zo, het is tijd om te rijden. Ja, dat is wel leuk. Ja, ze heeft heel veel stress. Ze moet veel te veel in te korte tijd. Ja. Oké, we gaan erop. Kom maar. Zo, er komt zo. Kom maar, Bart. Zo. Tess gaat filmen. Ja. Het wordt moeilijk. Oh, we moeten wel weg. Ja. Dan lopen we dan naar de bak. En zo stappen we dan op. Via het bankje. Bij de stapmolen. Zo, het is tijd om in te rijden. Iets minder. Zo, Kimmetje zo klaar. Ging het goed? Ja. Mooi. We gaan beginnen met de proef. En wel in de klas B proef 5. Ik moet zeggen dat voordat ik überhaupt binnenkwam, ik echt mega geïrriteerd was. Ik was 5 keer voor mijn sokken gereden door iemand in de losrijbak. Steeds dezelfde persoon. En ja, op een of andere manier kon ik dat deze dag niet handelen. Tessa die filmt. Dus ze doet heel erg haar best. En we gaan het doen met deze beelden. Ja, ze wordt er wel steeds beter in natuurlijk. Maar soms kan dat natuurlijk een beetje lastig zijn voor haar. De jury is... Even kijken hoor. Oh, ik zie dat ik al ga beginnen. Ik ga zo de jury vertellen. AXC, binnenkomen in arbeidsstap. Hier krijg ik een 7 voor. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. Daar krijg ik een 6 voor en daarbij staat kantelt. Dus we gaan even kijken. Ik ga in draf zo meteen en dan kantelt er iets. Nee, ik heb er geen verstand van. Ik weet ook niet wat er dan kantelt. HK gebroken lijn 5 meter. Hier krijg ik een 7 voor. Er staat niks bij. Dus dat gaat op zich netjes. Oeh, Tess die beweegt heel veel. We doen het ermee. Daarna krijgen we FE van hand veranderen. Ook daar krijg ik een 7 voor. Dus dat ging op zich allemaal wel prima in den beginnen. Nu kom ik terecht op Tess af. Dus dit doe ik blijkbaar netjes. Daarna gaan we naar MF gebroken lijn 5 meter. Hier staat een 5 bij en daar staat bij... aanleuning. Oh, ik krijg even Donna in beeld. Die is belangrijker dan ik. Nu de bakrand, ook leuk. Oh, daar ben ik weer. Dus hier krijgen we een probleem met de aanleuning. Ja, je ziet inderdaad, hoofdje gaat wat omhoog. En daar krijg ik ook direct een 5 voor. EBE, grote volte en na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. Daar krijg ik een 5 voor. Meer neerdalen. Nou, die weet ik nog wel uit mijn hoofd. Dat ging allemaal niet zo best. Ja, ik was ook mega geïrriteerd en eigenlijk moet je geïrriteerd gewoon geen proef gaan rijden. Of je moet gewoon irritatie loslaten, dat is misschien nog veel slimmer. Ik ben daar echt een rampenplan in af en toe. Dus meer dalen, nou daar ben ik het wel mee eens, want er daalt hier eigenlijk helemaal niks. Tussen E en H, teugels op maat maken, 5 tegen de hand. Nou dat zie je hier niet, maar kan je vertellen, dat was ze zeker. CXC grote volte, krijg er 6 voor. En dan op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts aanspringen, krijg ik ook een 6 voor. Volgens mij was ik te vroeg. Ja, goed. Het is iets voor X en eigenlijk moet je natuurlijk na de X dat pas doen. BB grote volte, die is dan wel weer een 7 waard. Dus blijkbaar heb ik daar de boel weer beter onder controle. En maak ik een nette volte. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ze zal wel iets meer in de aanleuning dan mogen zijn. Voor ons is dit al heel wat. Even kijken hoor. Daarna gaan we tussen F en A overgang arbeidsdraf. Krijgen we een 5 en aanleuning. Ja, is goed omhoog. Dan KXM van hand veranderen. En enkele passen de draf verruimen. Dit is haastig. Geen verstand van. Ik geloof het. CXC groot volte. Daar krijg ik een 6 voor. En op de volte aanspringen arbeidsgalop links. Daar krijg ik een 7 voor. Maar vond ik het niet zo best eigenlijk. Dat weet ik nog wel. Daar gaan we. Ja, komt toch weer helemaal met haar hoofd omhoog. EBE grote volte. Nou, die grote volte is wel een 7 waard. Dus daar is waarschijnlijk niet heel veel op aan te merken. Ze loopt wel lekker te kauwen. Dus dat is sowieso positief. Oh, Tess die ziet dat ze er ook op moet. Ah, ze doet echt haar best jongens. Ons Tessetje moet daar nog echt wel heel veel beter in. Nee, heel veel beter. Die moet nog gaan oefenen.
Het is K na overgang arbeidsdraf. Hier krijg ik dan ook een 7 voor. Oh, het ziet er inderdaad ook wel een soort netjes uit. FE van hand veranderen voor E overgang arbeidsstap. Daar krijg ik ook een 7 voor. Dus als het goed is netjes op de letter, want daar heb ik goed op gelet. En naar arbeidsstap, ja, vond ze ook wel oké. Okay. Dus HC overgang arbeidsdraf, weer een 7. Kijken wat ik hier aan doen ben. Dan naar arbeidsdraf. Nou, dat ging op zich wel rustig. MXK van hand veranderen, enkele passende draf verruimen. Die is weer haastig. Als het goed is kunnen we deze wel goed zien. Ik heb er geen verstand van, maar wat is hier haastig aan? Als jullie het weten, zet het even in de comments. Dan leer ik daar wat van. Aan afwenden, daarna arbeidsstap. Kijk, 5 voor aanleiding. Dat kunnen we net niet zien, want de vlag is belangrijker. Maar ik zie haar hoofd enigszins scheef, dus daar kan ik me iets voor voorstellen. Dus X en G halt houden en groeten krijg ik een 7 voor. Stap, tak, ruimte en regelmaat een 6. Draf, tak, ruimte en regelmaat een 6. Galop een 6. De impuls, het arbeidstempo tijdens de 3 basisgangen ook een 6. Rechtgerichte ontspannen en in de aanleuning gaande paard een 5. Probeer aanleuning. Kan ik niet lezen. Constanter te houden, denk ik. Rijvaardigheid, harmonie 5,5. Effect van de hulp 5,5. De houding een 6. En de verzorging een 8. Dit alles brengt het op 183 punten en is gejureerd door mevrouw ECM Jansen. En nu zijn we naar de losrijbak. En onderweg naar de losrijbak heeft Christine mij gekalmeerd en gezongen Let It Go. Nou, dat heeft Tess niet opgenomen. Ik weet ook niet of dat erg is, maar goed. Terug in de losrijbak en daar realiseerde ik me dat het geen enkel nut heeft om je zo druk te maken. Dus ja, rust kan u redden. Waarschijnlijk te rustig, want mijn punten waren lager dan bij de vorige proef. We hebben nog steeds jury Jansen, mevrouw ECM Jansen. En deze proef start in draf, dus ook ik start in draf. Tussen haar beelden, die zijn nog wat wapperig. Ze staat nu bij Kim, dus ander deel van de bak. Dus dan is het ook zwaarder, omdat ze de arm niet ergens op kan zetten. En je ziet ook dat er van een vrij lage punt wordt gefilmd. Maar Tess is natuurlijk ook nog niet onwijs lang. Nou, volgens mij gaan we nu de proef beginnen. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. En dan C, rechterhand. Hier krijg ik een 7 voor, dus die was wel beter dan de vorige keer. Nadat ik op de rechterhand gegaan ben bij C, gaan we MXK van hand veranderen. Enkele passen draf verruimen, een 5. Weer haastig. Haastig. Ja, oké. Okay. Tussen A en F, overgang arbeidsstap. Daar krijg ik een 5 voor, omdat daar de aanleiding niet goed is. Even naar, nou, dat lukt niet, want Tess die doet de boel om. FE van hand veranderen, enkele passende stap verruinen. Daar krijg ik een 5 voor, omdat ze dribbelt. Ja, daar had ze. Tussen E en H, overgang arbeidsdraf. Hier krijg ik dan een 6 voor. Het is wel grappig om van zo'n laag punt je proef te bekijken. Iets totaal anders. CXC, grote volte. Krijg ik een 6 voor. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts aanspringen. 4. Eerst verkeerd aangesprongen. Ja, dat was ook gewoon eigenwijs aan doen. En ik wilde gewoon dat ze terugging. Dus toen heb ik meer ruimte genomen. Want het is maar één onderdeel. En uiteindelijk ging het wel goed. BEB, grote volte. Ik heb wel geleerd dat de jury's normaal gesproken, als je een fout maakt en je herstelt die, dat je daar dan toch meer of hogere punten van krijgt. Nou, deze jury niet. Geeft ook niet. Dat is gewoon fout. Grote volte een 6. Dus even naar arbeidsdraf. Daar krijg ik ook 6 voor. Dus deze hele proef is sowieso minder netjes gereden, want ik krijg veel meer 6'en. KB van hand veranderen, dus ook een 6. Oké. CXC grote volte. Nou, gaan we dit keer op tussen X en C weer aanspringen in de linkergalop. En dit keer staat er spanning bij. Nou, dacht ik dat Christine haar zingen geholpen had, maar blijkbaar niet genoeg. Even kijken naar de spanning die dan nu ontstaat. Ja, dat zie ik wel hoor.
bij corona vooral. Dat zal bij mij wel meevallen. EBE grote volten. Nou, mijn grote volten zijn ook niet netjes meer, blijkbaar. Want daar krijg ik een 6 voor. Dat is toch een hele punt minder dan net. Even meekijken. Ja, het ziet er inderdaad ook gewoon minder uit. Tussen K en A overigens arbeidsdraf. Krijg ik ook een 6 voor. En dat verschil zie ik dan wel. Dus ik begin het wel beter te leren. Nou, KA moeten we goed kunnen zien. Dan komen ze op Tess af. Oké, maar ze filmt niet mee. Nou ja, dat is in ieder geval een 6. BEB, grote volte na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. Deze ging veel beter, want hier krijg ik een 7 voor. Dus dan, ja, kijk, dan daalt ze ook meer. Dat is nog niet waar het moet zijn, want je moet tussen boeg en kniehoogte. Maar dat ziet er inderdaad wel beter uit dan net, al is het niet helemaal goed. Tussen B en M teugel, tussen B en M teugels op maat, krijg ik 5 tegen de hand. Nou, dat geloof ik gelijk. C afwenden, A rechterhand, 6. Dus slingerend. Je slingert vroom. Moet je kont recht houden. KXM van hand veranderen, enkele passen de draf verruimen. Weer haastig. Ja, dat vroeg ik bij de vorige proef ook al. Wie weet wat er dan haastig aan is, want ik hoor het dit keer graag. Dus E afwenden, B op de rechterhand. Daar krijg ik een 6 voor. Ik vind het wel jammer dat er niet meer bij staat, want dan kan je er ook echt iets van leren. Kijk, sommige dingen zie ik natuurlijk heus zelf wel. Maar vaak is de jury sowieso meer ervaren en die snapt er allemaal veel meer van. Dus die kan dan uitleggen wat ze mist of wat ze beter zou willen zien. A afwenden, daarna arbeidsstap. Krijgen we een 7 voor. Dus die vergeet even mee te filmen. Ja, dat ziet er ook wel netjes uit. En naar arbeidsstap, dat moet je doen zodra ze recht zijn. Tussen X en G halt houden en groeten is een 6. Je moet recht zetten, snap ik. Nou, de stap een 6, draf een 6, galop een 6, impuls een 6. Recht richten, aanleuning moet constanter, is dit keer een 5. Rechtvaardigheid, harmonie nu een 5. Effect van de hulpen een 5. De houding van mij een 6. En de verzorging van het geheel nog steeds een 8. Wat 174 punten maakt. Zo, we hebben de proef gehad. We hebben proef 5 en 6 gereden. De proef kan je apart zien in het i'tje. Tess heeft gefilmd, dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dankjewel, Tessa. Bij de eerste proef was ik geïrriteerd. Dat kwam omdat in de losrijbaan ik een paar keer van mijn voetjes gereden werd. En dat zou ik gewoon los moeten laten, want ja, dat zijn dingen die gebeuren nou eenmaal. Maar vandaag kon ik dat op een of andere manier dus niet. Dus de eerste proef was ik echt onwijs geïrriteerd. Wat natuurlijk een soort zonde is. Tweede proef, toen heeft Chris voor me gezongen en die zong Let It Go! Fantastisch Chris, dankjewel. En dat ging wel beter. Toen had ik wel wat communicatiestoornisjes met Verona. Maar ja joh, we hebben lol gehad, we hebben ons best gedaan en meer kunnen we niet doen. Dus dit was leuk. Tess gaat zo meteen rijden. Daar maken we even een aparte video van. Dus bedankt voor het kijken naar deze video in Vlogmas. Vergeet niet mee te doen aan de goede doelen en ook niet mee te doen aan alle leuke winacties die we hebben. En ja, ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Dan doen we daar denk ik en anders daar. En dan zie ik je heel graag verder in deze week.